Districtscommissaris van Wanica Zuidoost, Bolanat Narain, heeft voor dit dienstjaar veel kunnen werken aan de waterhuishouding in zijn bestuursgebied. Dit vertelt hij in een gesprek met de nieuwsdienst. De burgervader heeft samen met de gemeenschap nauw kunnen samenwerken aan vele zaken. Wat we hebben gezien, dat zoals eerder voorgaande jaren, grote gebieden waren onder water gelopen. Dit jaar misschien heel weinig, moet ik zeggen. Ik had gedacht, mensen hadden me gewaarschuwd. Die zeiden, je moet je bos nat maken. Er zullen mensen heel vroeg komen op kantoor bij u, dit, dat. Maar ook dat ik medewerking heb gehad van vooral ministerie Openbare Werken, LVV. Dat we bepaalde harde vroegtijdig hebben aangepakt. Waardoor die gebieden toch behoorlijk droog waren. Narain is ingenomen met de vorderingen in zijn district, vooral wat betreft de uitvoer van woningbouwprojecten. Als DC heb ik een andere verantwoordelijkheid op mijn schouders gehad. Eerst was ik directeur van openbaar groen en afvalbeheer, maar dit is weer een andere uitdaging was het. Maar ik moet zeggen dat de gemeenschap nauw betrokken is. Want je bent als districtscommissaris ook nauw betrokken met de gemeenschap, direct betrokken met de gemeenschap. En ik zie dat de participatie van de gemeenschap ook redelijk goed was. Dus het is voor mij toch goed gegaan en ik hoop dat het komend jaar veel beter zal gaan. De DC zegt dat het behaalde succes niet zonder tegenslagen is gegaan. Er is veel werk verzet, ondanks de economische situatie een rol speelde. Hij gelooft dat het komend jaar veel vlotter zal verlopen.